altijd keer op keer. Ach, lieve God, bedankt, ben van het goeras. Laat me toch blijven wat ik ben en wat ik was. Als ooit ten eer, zo ben ik geboren. Als ik doorweg ben, dan loop ik verloren. Ach, lieve God, ik ben een stiksken van die stad. Waar dat ze spreken van een minne en een jat. En op de vreemden, hoe schoon dat ik mag zijn, voel ik me blij, omdat ik een echte Oostenaar ben. Och, het paroas, zijn bruggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken, waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijer geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken mis die dagen op de markt. En hoe ik alleen ben, naar de rand aan Brazinoes. Nee, echt naar jou, dat is en blijft een loes. Ach, lieve God, bedankt, ben van het goeras. Laat me toch blijven wat ik ben en wat ik was. Als ooit ten eer, zo ben ik geboren. Als ik doorweg ben, dan loop ik verloren. Ach, lieve God, ik ben een stiksken van die stad. Waar dat ze spreken van een minne en een jat. En op de vreemden, hoe schoon dat ik mag zijn, voel ik me blij, omdat ik een echte Oostenaar ben. Jongens en maskers, bemint ons enig Oost. Laat je maar zeggen, als je weer eens om ter Oost. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volle spot is op een ander niet hebben. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen. Ver te vertellen van den kribbel hier van binnen. En komt een dag van mijn listen ogenblik, waar dat de tijd krijg, voor te zeggen, mijn is niet. Ach, lieve God, bedankt, ik was van het goeras. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was. Als ooitste heer, als zo ben ik geboren. Als ik doorweg ben, dan loop ik verloren. Ach, lieve God, ik ben een stiksken van die stad. Waar dat ze spreken van een minne en een jat. En op de vreemden, hoe schoon dat ik mag zijn. Voel ik me blij, omdat ik een echte Oostenaar ben.
Onverdiende liefde vanwege God onze Vader, vreugde van de verrezen Heer en de troost van de Heilige Geest voor ieder van u hier aanwezig. Hartelijk welkom, dierbare broeders en zusters, beste verwanten en familieleden, vertegenwoordigers van Mensen Helpen Mensen, van sociaal ingestelde verenigingen, achtbare politieke vertegenwoordigers, carnavalprinsen en carnavalisten in deze kerk van Meilebeek, zijn Meilebeek, om vandaag schouder aan schouder met pijn, maar ook met grote dankbaarheid, biddend afscheid te nemen van deze man die sleutelend aan fietsen in zijn zaak aan de Moerselboon ook sleutelde aan het Olsterse vastelavond en aan het leven van zoveel mensen die platreden op de soms toch harde kasseien van ons bestaan. Zij die het peloton van de samenleving moesten lossen. We nemen afscheid van Camille Serhant of heel kortweg Kaiser Camille. Onze gedachten, gebeden en gevoelens van medeleven gaan op de eerste plaats uit naar jullie, beste Hilde, Mia en Veerle. Naar jullie, nu jullie na weken van geleidelijk aan loslaten, vorige week donderdag definitief afscheid moesten nemen van jullie vader, jullie beschermer, jullie toeverlaat op jullie levensweg. Namens allen die op een of andere manier vandaag hun medewerking aan deze uitvaartliturgie verlenen, bied ik u als pastoor van onze Sint-Gedula-parochie op Aalstrecht-de-Roever onze schouder en ons medeleven, ons gebed en ons vrijzenisgeloof aan. Is het niet tekenend dat deze mens, die zich niet te schoon voelde of te rijk waande om bijvoorbeeld op zaterdag mee in te staan voor de voedsel- of kledingbedeling, dat hij uitgerekend op sacramentsdag overleed, de dag dat wij christenen vieren dat Jezus ons voedsel en onze drank is. En op dit andere hoogfeest dat we vandaag vieren, dat van Jezus' heilig hart, willen we God vooral danken om die hartelijke mens die Camille was, met een hart onder zijn overal, groot in de menslievendheid, al was hij misschien niet zo oneindig groot van gestalte. Het is goed, beste carnavalisten, Olsteneers en Olsteneskes, zoals Camille het zelf zou gezegd hebben, dat jullie via de goede zorgen van TV Oost vandaag ook een inkijk hebben in deze kerk van Meilebeek en zo ook mee kunnen bidden voor Camille, zijn dochters, zijn schoonzonen Herman en Stijn, zijn kleinkinderen Tom, Koen, Silke, Lopke en Alexia, zijn zus Maria, die als laatste uit het gezin overblijft en die we allemaal ons medeleven betuigen. Net als Brenda, die Camille al verscheidene decennia terzijde stond,
als levenskompaan en bij het realiseren van zijn dromen. Ik ben blij dat de madame van de raadszitting, een uitvinding trouwens van Camille zelf, hier ook vandaag zijn. Iframia en madame Monique. Zij zullen ons als lector van dienst zijn. En ze zijn deze keer tenminste op touch gekomen. Ze stonden niet onder Saphir of onder Koont, maar ze zijn bij ons. Veel dank daarvoor. En als ons eerste verdriet is weggeëbt, dan wil ik u trakteren op een pintje of een porto in de Koont. Eveneens een hartelijk welkom aan onze gewezen deken van Aalst, confrater Johan de Bare, die op vraag van Camille zelf enkele jaren terug vandaag graag ingaat op het verzoek van de familie om aanwezig te zijn aan het altaar en straks ook de homilie te verzorgen. In de tijd dat hij hier de kapitein was op het schip van onze kerkgemeenschap, onderhield hij trouwens de meest aangename en deugddoende contacten met Camille. Of je na een melkmoil of een vismoil etje door het leven gaat met steenzoelen, lodderoeig of possentje hebt, of dat je naar Creëus etje, of liever niemand, een droeve apostel, of dat je naar Lotjes los zingt, laten we op deze vrijdagmorgen om 11 uur, op de 11e juni, kunnen er nog meer carnavalsgetallen in verscholen zitten, met heel ons hart bij God zijn en bij Camille en ons samen weten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Er ligt al een kruisbeeld op de kist van Camille, verwijst naar ons christelijk perspectief, onze christelijke benadering van zijn overlijden. We leggen er een heel eenvoudig kruisje bij. En ook hier hebben we Camille met een K gespeld, al is het officieel schijnbaar C. We hangen het straks op in onze kerk. En het is een uitnodiging voor de vele dagelijkse bezoekers van deze kerk om voor Camille en onze andere rouwenden, onze andere overledenen te bidden. Er is in Olschnee bij niemand aan hem nee kan. Zo goed gekost als standbeeld van de zwarte man. Altijd content, wilt geen ambras. Het is nog in hem van dat geslijpen ras. Ooit geboren om Molenbeek, door was en doos, door was en strijk. Hij is als keizer carnaval van onze stad. De grootste zot dat hier van leven in me gaat. Maar niet altijd was zonneschoon. De oorlog bracht hem veel misère en veel pijn. Het was in 44 dat hij is gebeurd. Zijn grootste schat werd ooit zijn leven gesleept. Een dood nodig,
begost het wijn. Den der weerder die stond gedierig ons en dij. Het is de zaak, zijn moeder was net kwijt. Dat allemaal op kerten toet. Zijn eigen brol, dat kotten verdrom op de markt. Hij heeft hem van ten er niet helemaal opgewerkt. Tot op de dag, van dag en na. Elk anderen die op een toer stond in de kaart. Ik wou dat de wereld vol van vriendschap was. En ik wou dat geweld bij de mensen nooit ooit bestond. Ik wou dat ons vel van colère weer hetzelfde was. En ja, ik wou dat ons vol geld echt toiletpapier was. Ooit geboren. Onmalebij, door was en toos, door was en streek. Bedankt aan Milver, wat dat al is gedoen. Het verschil tussen wit en zwart trekt de anio. Een giel jaar lang, de klan in taal. Achter dat gezicht door schulden er van gaat. Lieve mensen, afscheid van de verkozen keizer. Het is met grote nederigheid dat ik het woord neem tijdens deze afscheidsplechtigheid van Camille Sergent. Een man die van iedere Aalstenaar een andere aanspreektitel kreeg. Papa, opa, prins, keizer, maar die zich iedere keer omdraaide bij kameroot. En dat typeert Camille. Ook al was hij de enige keizer die niet verkozen werd door het volk, uniek in de wereld, toch hechtte hij geen belang aan rang of stand. En net daarom voegde de stad in 2009 nog een extra titel toe aan zijn palmares, dat van ereburger. Aalst en Olst zit vervat in iedere porie van het lijf van Camille. En vooral de rechteroever. Ik neem jullie graag mee door het huis van Camille. Iedere kamer legt de ziel van deze bijzonder warme man bloot. Een huis in de Moorselbaan waar de deur voor iedereen open stond. Net zoals bij zijn ouders Louis en Virginie. Camille groeide op aan de barakken van Muilbeek. Hij zag zijn vriendjes groot worden in armoede. Zelf overwon Camille polio.
Hij zag hoe zijn klasgenoten van de Universiteit van Malbec gestolen eten meebrachten naar school om uit te delen aan diegenen die nog minder hadden. Vanaf toen wist Camille: soort bestaat niet. De Universiteit van Malbec leverde topstudenten af. Faraday Aguirre, Karel Vink en Wijlen Piet van Eekhout. De rechteroever dus. Onette quelque part, zei Molière. Maar Camille, die zei dat veel bevattelijker en simpeler. Men is van Iverenst. Camille en wij hier allemaal tezamen, we zijn van hier. Zoals zoveel generatiegenoten leerde ik Camille als kleine jongen kennen toen ik voor mijn eerste communie mijn fiets mocht uitkiezen bij het fietspaleis Sergeant Sport. Ik koos een oranje, maar daar moet je niks achter zoeken. Ik kan alleen maar hopen dat die andere communicantjes stuurvaster waren dan ikzelf en 15 minuten na het buitenrijden niet onmiddellijk in een vijver belanden. Zijn winkel, zijn commerce, moest draaien. En telkenmale bij het buitengaan zei de intussen historisch geworden woorden vanuit zijn vriendelijkheid, vanuit zijn hart: bedankt voor de kalandiche. Na sluitingstijd gingen de deuren van Camille pas echt open. In zijn woonkamer of zijn living stonden foto's van kinderen, kleinkinderen en familie. De foto van zijn mama kreeg er wel een heel bijzondere plaats. Hij verloor haar als 9-jarige jongen in een tragische brand in een vlammenzee in de fietsenwinkel van zijn papa. Het grote verlies deed hem inzien dat we hier maar voor een tijdje rondlopen. Camille leefde dan ook volgens het principe van zijn mama: een goed werk, dat moet je doen en niet zeggen. En Camille voegde de daad bij het woord. Met mensen helpen mensen, deelde Camille goederen uit aan hulpbehoevenden. Wat begon in zijn eetkamer groeide uit tot een Aalsters instituut dat de essentie van het Aalsterse DNA belichaamt. In nood trekken we allemaal, zonder enige uitzondering, aan hetzelfde giel. En Camille kon hard trekken. Heel hard. Hij bezat de gave om anderen te inspireren en zich ook te engageren voor het goede doel. Die samenhorigheid kon Camille ook opwekken tijdens het grote volksfeest. Aan de keukentafel smeedde hij als jonge knaap plannen om de Aalsterse carnavalswereld op zijn kop te zetten. Na een verloren prinsenverkiezing in 1962 triomfeerde Camille een jaar later onder zijn prinsennaam Don Camillo. Hij deed zijn Tour de Force nog eens over in 1966 en 68. En sinds 1969 gaat Camille door het leven als keizer. Decennia lang was hij het boegbeeld van ons carnaval. Een monument. Al zal hij zichzelf nooit zo genoemd hebben. Een mens onder de menschen. Of de groeste zot van Olst, zo noemde hij zichzelf veel liever. Altijd met een gulle lach en met heel veel inzet voor onze vastelavond. In 2014 nam keizer Camille voor de laatste keer actief deel aan de carnavalstoet, samen met de danseressen van de Camillekes, sinds jaar en dag zijn vaste begeleidingsgroep. Vandaag zijn we allemaal Camillekes. Ik doe ook nog even de kleerkast van Camille open.
de blinkende kostuums uit de jaren 60, 70 en 80 waren een knipoog naar de looks van Camille's grote idool en leeftijdsgenoot Elvis Presley. Volgens Camille hadden ze veel gemeen, maar hij merkte wel fijntjes op dat Elvis niet kon zingen en hij wel. Het is dan ook niets voor niets dat de ene de King of Rock'n'Roll werd, de andere keizer van ons enig Olsch. In ieder geval, Elvis was dan wel de king, maar toch nooit de Oosterse keizer. En dat Camille ook echt kon zingen, dat heeft de hele buurt en bij uitbreiding de hele stad geweten. We mogen geruststellen dat Camille zijn volk leerde zingen, in Tolsters. Op muzikaal vlak leverde hij enkele onvervalste carnavalsklassiekers af, die elke rechtgeaarde carnavalist woord na woord zonder enige inspanning te moeten doen kan meezingen en nazingen. Oost viert carnaval, Oost geeft men hart gestoelen, wij zijn van Oost, om er maar een paar te noemen. Maar als rechtgeaard supporter van onze Eendracht zingen we dankzij Camille nu al generaties lang Eendracht Verrood, de clubhymne van Eendracht Aalst. Wat mij altijd bijzonder getroffen heeft, dat is dat Camille een onbeschrijfelijk eerlijk gevoel voor humor had. Hij kon in iedereen zijn zakken zitten en de mensen hadden het graag. Tegen mij heeft hij ooit gezegd, ah, Doge van Dog wordt echt wel goed, het was niet gelijk als anders. Ik wist niet wat dat moest antwoorden. Ik trek samen met jullie de deur van het huis van Camille dicht. Op straat was hij misschien nog het meest gekend. Vooral, en dat siert hem, omdat hij de taal van de mensen sprak. En die taal, die begreep iedereen. Ik herinner me nog een medisch congres, hier een paar tientallen meter vandaan in het Onze Lieve Vrouw ziekenhuis. Geneesheren van over de hele wereld. En aan Camille was gevraagd een klein woordje te doen om Aalst te laten begrijpen aan de hele wereld. En toen veroverde hij alle harten van de medici door zijn uitspraak. Bloed moest hoeven, anders valt de slagelings achterover. Het verlies van Camille liet ons ook slagelings achterover vallen. Toch nog deze troostende woorden. Een icoon sterft niet, maar leeft verder in de harten van wie hij geraakt heeft. En ik denk dat er in Aalst bijna geen enkel hart is dat hij niet zou geraakt hebben. Rust zacht, Camille. Wij doen wel voes. Camille, bedankt voor zoveel moois. Wie leeft en geeft, sterft nooit. Beste Hilde, Mia, Veerle en familie van Camille, beste Bredda en allen samen. Elk afscheid is de geboorte van een herinnering. Op voorstel van de familie hier spreken op een ogenblik als dit, valt me echt wat moeilijk. En toch. Toch voelt het warm aan om samen met u waardig afscheid te kunnen nemen
van uw vader, uw familielid, uw vriend, onze vriend Camille Sergeant, dat eeuwige kind van de Moorselbaan. Ontroerend mooi en respectvol is het eerbetoon van zoveel Aalstenaars en niet-Aalstenaars in de voorbije dagen. Met indringende getuigenissen en pakkende herinneringen aan die grote meneer. Camille, hoe moet ik je benoemen? Als keizer Carnaval Aalst? Als volksmens? Als commandeur? Of als ereburger stad Aalst? Misschien als menslievende ziel, dat is beter. Als solschap, muzikant, als spiritueel denker of misschien als voesdoener. Of. Je hield niet van titels, maar je had ze wel allemaal en je verdiende ze. Ikzelf hou het liefst bij mens onder de mensen. Dat ligt mij het best. Je vertelde ooit, en het is al gezegd, dat je moeder zei, een goed werk moet je doen en niet zeggen. Het was inderdaad de leidraad in je leven tot het einde. Als gewone warme mens onder de mensen leerde je ons anderen meer te helpen. Een vuist te maken tegen de nog groeiende armoede, tegen onrecht. Je nam geen blad voor de mond. Je was kritisch, soms koppig, soms eigenzinnig, maar altijd met veel compassie voor de allerzwaksten. Aan een ik-maatschappij, daar deed je zeker niet aan mee. Al die anderen waren belangrijk en kwamen eerst. Je zei me eens dat om een echt nulsner te zijn, je mensen moest verbinden, dat je dat mooie samenhorigheidsgevoel moest doorgeven. Nooit vergeten, zei hij, altijd van goede wil zijn. Camille, men zal je nooit kunnen overtreffen, ook niet als vaandeldrager van dat carnavalistenvolk, zoals men je noemde. En dit jaar na jaar. De zachte anarchist met Oosterse spot en satire. Scherp, maar niet kwetsend. Was en bleef door dik en dun de voorganger van en voor alle carnavalisten. En ja, voesh doen, dat had voor jou veel betekenissen. Voor jou, die man met de eeuwige glimlach. En achter die glimlach, dat weten wij toch allemaal, kon je alles verbergen. Verdriet, pijn, teleurstelling, medeleven, maar ook blijheid en dankbaarheid. Ja, Camille, je hebt voor veel mensen hier een kleine hemel op aarde gemaakt. Door je hulpvaardigheid, je medeleven, maar ook je lach. Je leefde inderdaad om te geven. En ik denk dat er samengevat 3 woorden typerend zijn voor de mens Camille. Het werd hier al een beetje aangehaald. Je hebt ze tot zoveel mensen, tot zoveel carnavalisten en niet-carnavalisten uitgesproken. Die woorden om nooit te vergeten. 3. Het was voesdoen, het was kameraad en het was altijd maar bedankt, bedankt. Bedankt dat je hier zit, bedankt voor wat dat je doet, voor bedankt gemoeid maar doen. Dat waren zijn woorden.
Vriend, kameraad, Camille, bedankt voor wat je deed en wat je was. Je zal inderdaad blijven eeuwig voorleven in onze harten en samen zullen we proberen voor te doen. Maar voor nu, beste familie, laten we het verdriet even toe, want ook dat is een vorm van sterk zijn, zoals zij altijd is geweest. Dag, Camille. Lieve dank, gewezen burgemeester Annie de Macht Aalbrecht. Beste dank, huidige burgemeester Christophe Daze. Laten we nu in ons hart kijken en God en Camille om vergeving vragen waar dat nodig is. Elk mensenhart kent en doorgrondt gij, God. Ook dat van ons en van Camille, keizer Camille. Gij weet als geen ander wanneer wij ons goed hart tonen, maar ook wat er aan hoogmoed, hebzucht en ongeloof in ons leeft. Vergeef ons elke pijn en ontgoocheling die we deze man ooit hebben aangedaan. En denk, druk ook Camille tegen uw koninklijke hart, wanneer hij niet aan uw liefde heeft beantwoord. Schenk hem uw hemelse barmhartigheid en vergeef ons allen wanneer wij ons te goed wanen om elkaar om vergeving en een nieuwe kans te bidden. Ruk elke visage van ons gezicht en toon ons dat we, ofschoon we klein en aarzelend in de liefde, toch uw geliefde kinderen blijven, levend van uw genade, met carnaval en alle andere dagen van ons leven. Amen. Camille en ieder van ons genadig zijn, ons berouw aanvaarden en ons geleiden naar zijn eeuwige leven. Amen. Laten we nu bidden, of dat tenminste proberen. Goede God, een mens is gestorven, een mens die we hebben gekend en lief gehad en zullen blijvend lief hebben. Het leven gaat verder en wij vragen ons af hoe het nu verder zal verlopen. Maar nu reeds willen wij u dit leven aanbevelen,
Wees dan zelf de stille vlam die in ons midden brandt en ons allen troost. Blijf de glans in onze ogen te midden van dit verdriet. Blijf ons midden in het leven nabij als we door de dood omgeven zijn. En neem Camille op in uw eeuwige vrede. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Broeders en zusters, God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden. Aan zijn genade dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen in Christus Jezus, om de naderbijkomende eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof, niet aan uzelf. Gods gave is het, niet aan uw prestaties. Niemand mag zich verhoovaardigen. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Niggers all walk on the Mississippi, niggers all walk while the white folks play, pulling those boots from the dawn to sunset, getting no rest till the judgment day. Don't look up and don't look down, you don't estimate the white boy's frown. Bend your knees and bow your head and pull that rope until you're dead. Let me go away from the Mississippi, let me go away from the white man boss. Call me that stream called the River Jordan, that's the old stream that I long to cross. Old man river, that old man river, he don't say nothing, but he don't say nothing, he just keeps rolling, he keeps on rolling along. But them that plants it may soon forgotten, but old man river, he just keeps roaring along. You and me, we sweat and strain, body all ache and unrequited pain. To the barge, lift the bale, get a little drunk, and you'll land in jail. I get so weary and sick of trying. I'm tired of living and feared of dying.
De Heer zal met u zijn. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Ze stuurden hun leerlingen met de Herodianen op hem af met de vraag: Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert. Gij stoort u aan niemand, want gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom, wat dunkt u? Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: Waarom probeert gij mij te vangen, gij huichelaars? Laat mij de belastingsmunt eens zien. Ze hielden hem een geldstuk voor. Hij vroeg hen: Van wie is deze beeldenaar en het opschrift? En zij antwoordden: Van de keizer. Daarop sprak Jezus tot hen: Ik geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Woorden van de Heer. Geachte familie, meneer de burgemeester en mevrouw de ereburgemeester en beste genodigden en u allen vrienden en kennissen hier in de kerk van onze lieve vrouw Meilbeek voor de uitvaart van de heer Camille Sergeant, alle van harte welkom. En tegelijk wens ik ook allen te verwelkomen die via de goede diensten van TV Oost deze uitvaartplechtigheid thuis of waar dan ook van nabij kunnen volgen. Hoeft het nog gezegd, na al de toespraken die we daarnet ook mochten horen, hoeft het nog gezegd, mensen, dat Camille uitermate geliefd was? Toen ik deze morgen Aals binnenreed, viel het mij op, die talrijke carnavalvlaggetjes, die wimpels en foto's ook van Camille Sergeant. Aalst rouwt en schrijdt om het verlies van een van haar meest geliefde zonen. Camille Sergeant. En de flarden herinnering dringen zich op in mijn geheugen. Camille, in zijn fleurige jaren, zijn witte haren, zijn brede lach tot diep in zijn mondhoeken, zijn fonkelende ogen achter die onafscheidelijke bril, zijn kaarsrecht postuur, zijn gehaaste stap en zijn armen wijd open om te groeten of te omhelzen. Camille, verknocht met Aalst, maar vooral op de eerste plaats verknocht met Meilbeek, verknocht met zijn geboortegrond, met de straten en de pleinen hier rond de kerk en vooral verknocht met de wereld van zijn mensen, verknocht met hun verhalen van vreugde en verdriet, verhalen waarmee hij van kindsbeen af zo vertrouwd was. Camille. En mag ik zeggen, mensen, dat zonder Camille het Aalsters carnaval een stuk van zijn ziel verloren heeft.
keizer Camille. Wie zal het hem ooit nadoen? En het is niet aan mij, vriendin, om hier de onvolprezen bijdrage van Camille aan dit grootse volksfeest hier uit de doeken te doen. Want zijn uitzonderlijke gedrevenheid, zijn fantasie en werklust, ze werden in persartikels, in reportages, op radio en televisie, ze werden reeds haarfijn beschreven. Hoorde ik niet fluisteren dat men denkt aan een standbeeld voor Camille? Maar mensen, genoeg over carnaval. Want over Camille is nog zoveel meer te vertellen. Mijn herinnering staat stil in de Moorselbaan nummer 66. Camille noemde het zijn huizeken. En daar, tussen pullovers, kinderkleding, broeken, jassen, schoenen en weet ik veel, daar voelde Camille zich in zijn tweede thuis. Dat was zijn heiligdom. Dit huisje, met het wekelijkse gaan en komen van behoeftige mensen, dat was de diepste drijfveer van zijn bestaan. Mensen eens bij de schouder vastpakken, een gepaste kwinkslag, informeren naar hun gezin of hun gezondheid en hen naar huis laten gaan met een volle zak voedsel of warme kleding. Mensen, dat was Camille op zijn best. Meer nog, hier stond Camille met zijn twee voeten loodrecht in het hart van het evangelie. Zorg voor mensen, dat was zijn geloof, dat was zijn liefde. Maar zoals elke mens hield Camille ook zielsveel van de mensen die hem het meest nabij waren. Je hebt het al gehoord ook. Zijn huwelijk schonk hem drie flinke dochters, Hilde, Mia en Veerle. En later kwamen de schoonzonen en vijf kleinkinderen, Tom en Koen, Silke en Lopke en Alexia. En zelfs een paar maanden geleden nog een achterkleinkind, Warre. En ook toch een bijzonder woord voor Mia, die steeds naast haar vader heeft gewoond en hem dagelijks nabij was. We weten, mensen, papa Camille kon niet veel thuis zijn. Het was het werk in zijn fietsenzaak. Je weet trouwens, een winkel die zeer laagdrempelig was. Er waren zijn oeverloze vergaderingen, verplichtingen, optredens op tal van podia en weet ik veel. Hoorde ik ook niet vertellen dat hij vaak 's nachts de boekhouding van zijn fietswinkel moest in orde brengen, gewoon omdat hij er overdag geen tijd voor vond. Maar zijn kinderen en kleinkinderen, die begrepen maar al te best dat papa en opa zo vaak op weg was, gewoon uit zorg voor zijn medemensen en uit liefde voor zijn stad. Maar de momenten dat ze allemaal samen waren, wel, dan was het groot feest. En dan smolt het hart van Camille, hij de vierde vader en grootvader. 2014 was het jaar dat het moeilijker begon te gaan. Zijn optreden als keizer Carnaval zette hij tussen haakjes. En stilaan toonde zich een zekere vermoeidheid en een begin van aftakeling. In 2017 werd hij opgenomen in het woonzorgcentrum Denderust in Herdersem. En hij werd er met de beste zorgen omringd. Het was de tijd om rustig te worden, dankbaar voor alles wat hij heeft mogen doen en beleven. Zonder veel omhaal of grote woorden vond hij de kracht in zijn eenvoudig geloof dat hij van zijn moeder geërfd had. Een moeder die hij zo diep in zijn hart droeg. En naast hem, op zijn nachttafeltje,
prijkte steeds en altijd een beeldje van de heilige Rita. Een heilige waarin hij een groot vertrouwen had. En meteen ook is dit een teken van zijn besef dat zijn leven gedragen werd door een ongrijpbaar mysterie, veel groter dan wij ooit kunnen vermoeden. Op woensdag 3 juni is Camille gestorven. Hij was 86 jaar. Begrijp je, mensen, dat we nu een versnelling hoger willen schakelen. Want als laatste eerbetuiging aan Camille hebben we zijn dode lichaam naar de kerk gebracht. De kerk, het huis van God. Naar de kerk komen, dat is bij God komen. Binnentreden in de ruimte van God. Ik wil verwijzen naar het evangelie van daarnet. Een evangelietekst die gekozen werd, niet alleen omdat er in de tekst ook sprake is van een keizer, maar omdat het ons wijze woorden van Jezus voor ogen houdt. Na een fameus twistgesprek met de fariseeën zegt Jezus: geef aan de keizer wat de keizer toekomt, maar geef aan God wat God toekomt. Geef aan de keizer. Mensen, wat doen we hier deze morgen? In vele woorden, in gebeden, in tekens, in liederen en gebaren willen we het beeld van keizer Camille oproepen en al onze dankbaarheid voor hem uitspreken. Geef aan de keizer wat de keizer toekomt. Keizer Camille, wij geven u al onze waardering. Dat is allemaal voor u en dat is allemaal heel terecht. Wij geven het u, keizer Camille. Maar zo horen we verder. Geef aan God wat God toekomt. Mensen, nogmaals, daarom precies zijn we hier deze morgen in de kerk. In al onze emotie, in al onze dankbaarheid voor het leven van Camille, brengen wij God ter sprake. God, zijn oorsprong en zijn bestemming. Wij geloven dat God dit mooie leven van Camille niet verloren laat gaan. Meer nog, dat hij het zal opnemen diep in het hart, onze eeuwige liefde. En daarom, mensen, dat ook de lijkkist van Camille hier vooraan, dicht bij het altaar. Het altaar, de tafel van Gods liefde. En we kijken op naar de paaskaars. We kijken op naar het licht van de paaskaars. Het licht dat sinds Pasen schijnt doorheen de duisternis van de dood. Het licht van de verrezen Heer. Beste mensen, wij bidden dat keizer Camille mag thuiskomen. Dat hij mag thuiskomen bij God. En mag ik het misschien in beeldrijke taal omschrijven. Dat Camille mag thuiskomen in de paradijselijke feesthal van zijn nieuwe hemelse thuis. En dat hij er mag verwelkomd worden met toeters en bellen en met feestneuzen. En met alles wat hem ooit vrede schonk. Keizer Camille, je mag rusten in Gods hemelse vrede. Amen. Laten we dan onze voorbeden en intenties aan de Heer toevertrouwen. Laten we met het terechte en menselijke verdriet en gemis in ons hart, maar ook gedragen door zoveel mooie herinneringen aan deze vader en grootvader, broer en onkel, carnavalist en mensenliefhebber, bidden voor Camille, keizer Camille. Dat de Heer in wie hij heeft geloofd
hem op voorspraak van de heilige Rita van Cassia mogen geleiden tot de troon van de Allerhoogste. Dat Camille nu voor altijd mogen delen in Gods feest van eeuwig leven. Laat ons bidden. Laten we bidden voor Hilde, Mia en Veerle. Voor zijn schoonzonen en kleinkinderen en allen die Camille vooral als vader en grootvader zullen missen. Dat ze dag na dag met vallen en opstaan durven geloven dat hun geliefde vader en grootvader, precies omwille van zijn concrete inzet voor wie in de stoet van het leven op maskers botste, voor eeuwig en altijd zal delen in Gods ontmaskerende liefde en geborgenheid. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons Heer. Laten we bidden voor alle overleden carnavalisten, overleden prinsen en leden van het feestcomité. In het bijzonder voor prins en scepterontwerper Luc Peirlinck en gewezen burgemeester Ilse Uitersprot, die ons beide vorig jaar ontvielen. Dat ook zij mogen delen in Gods hartelijke liefde over de grenzen van de dood heen. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons Laten we bidden voor allen die in het leven met honger zijn bedreigd of op de vlucht moeten voor oorlog en geweld. Voor de jonge mensen die vanuit Marokko de Middellandse Zee trachten over te steken, wanhopig zwemmend naar een nieuwe toekomst. Voor allen die in ons land aangekomen afhankelijk blijven van de belangeloze, onberekende zorg en toewijding van mensen die hen voedsel en kledij, aandacht en een menswaardig leven willen schenken. Het voorbeeld van Camille achterna. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons Heer. En laten we tenslotte ook bidden voor onszelf en Camille niet enkel eren met grote woorden, hoe oprecht die ook uit ons hart mogen komen. Maar beseffen dat onze waardering voor deze ereburger van de stad ook navolging betekent. Heel concreet engagement voor onze noodlijdende medemensen. Welke afkomst of huidskleur ze ook mogen hebben. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons Dierbare, voor het eerst sinds de versoepelingen van vorige woensdag vieren wij in onze kerk bij de uitvaart ook Eucharistie. En dan hoort daar de offergang bij. En het woord offer is een woord dat begrijpelijk sommige mensen tegen de borst stoot. Dat is niet zo aantrekkelijk. Dat vraagt altijd een inspanning. Ik zeg nooit tegen mensen, gere gedon. Want als ik eerlijk ben, zijn sommige dingen niet gere gedon. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet met liefde gedaan zijn. De offergang is in wezen onze bijdrage als we de pretentie hebben om samen Eucharistie te vieren, als we dat durven in dat project van brood delen, wijn delen, geloven, dan is het offer dat we brengen een teken van ons engagement. We willen ons met heel ons wezen achter dat gebed voor Camille zetten. Wat er in de collectemandjes bij de offergang terechtkomt, gaan we schenken aan mensen helpen. Mensen, ook dat is een vorm van eerbetoon. En zo hebben mensen letterlijk hebben mensen iets aan ons gebed en ook aan het sterven van Camille.
We willen u vragen om de gekruisigde Christus te groeten met een buiging.
Laten we dan bidden, dierbare, dat ons gebed uiteraard voor Camille, voor zijn ouders, voor zijn zus Julia en broer Frans, voor alle overleden Camillekes en carnavalisten, aanvaard mogen worden door God de Almachtige Vader. Heer, wij hongeren dit uur naar het brood van eeuwig leven en we dorsten naar uw woorden van eeuwige trouw midden in de dood, ook als we een beker van verdriet tot op de bodem leeg te drinken hebben. Wil ons laven met deze wijn, wil ons voeden met uw aanwezigheid, uw kracht en uw vreugde te midden van rouw in Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verhef uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij samen door het vieren van deze Eucharistie dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waard. Heilige Vader, om recht te doen aan uw heerlijke liefde, willen wij u danken, ook wanneer er een krop in onze keel zit, een traan in onze ogen verschijnt. Wij willen u danken door Christus, uw Zoon, want Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld. Hij is onze enige hoop. In het besef dat we vroeg of laat ooit zullen sterven, troost ons uw belofte, dat al sterven aan onze hoogmoed onze dagelijkse bezigheid en nastreven was. Als we sterven aan onszelf, zullen we in het uur van de ultieme dood met Christus uw Zoon verrijzen. Daarom met alle engelen en heiligen, met allen die staan voor uw troon, zingen we u deze woorden toe. Onze Vader, zend dan over deze gave de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons mogen worden tot lichaam en bloed van Jezus, uw veelgeliefde Zoon. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven, met de woorden: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven was. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen we dan het geluk van ons geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren.
trouw aan deze woorden gedenken wij dat Christus uit liefde voor u en voor de mensen is gestorven, God, en dat gij hem uit de dood hebt weggehaald en dat hij nu zetelt aan uw rechterhand en onze verrijzenis is, iedere dag opnieuw en in het uur van de dood. Schenk ons aan uw Heilige Geest, een geest waar we soms bang voor zijn, want dan hebben we het leven zelf niet meer in handen, maar een Heilige Geest die ons helpt, elke keer opnieuw, en die ons ook wel in het hart fluistert, toe fush. Schenk uw geest aan heel uw kerkgemeenschap, aan allen die in uw naam zijn gedoopt, aan alle christenen waar ook ter wereld, aan de bisschop van Rome, paus Franciscus, onze eigen bisschop Lode, en aan allen die ge als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. Vergeet niet hen die op onze lever liggen, waarmee we het moeilijk hebben. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Gedenk Camille die ge vorige donderdag op sacramentsdag uit deze wereld genodigd hebt tot het eeuwige bruiloftsmaal. Gedenk zijn ouders, gedenk zijn zus Julia, broer Frans, gedenk al onze overleden carnavalisten, gedenk elke mens die vandaag reeds overleden is, samen met heel uw volk, met Maria, met de heilige Jozef, met uw apostelen, met de heilige Barnabas die vandaag ruimte moet maken voor het hoogfeest van het Heilig Hart, samen met de heilige Camillus de Lely, patroon van de verplegende, naar wie Camillus genoemd, samen met de heilige Rita van Kasiachskia, willen wij u danken door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Dierbaren, zondag is het Vaderdag. Wordt daar misschien een wat minder spel over gemaakt dan over Moederdag? Mij niet gelaten. Maar het is niet voor iedereen een prettige dag. Het is ook voor sommige mensen een moeilijke dag. De eerste dag, de eerste Vaderdag sinds hun vader is overleden bijvoorbeeld. Of het is ook misschien het eeuwige heimwee aan het gemis van een echte vaderfiguur. Hoe dan ook, wij mogen tussen al die gevoelens in tot God bidden als tot onze Vader. Ik hoor zo dikwijls zeggen, hè, oh my God, egoïst, God is van u niet. Het is zoals iemand zegt, mijn zoon, excuseer madame, het is onze zoon. We zijn altijd met tweeën, twee woorden spreken. Het geloof stuurt ons altijd naar andere mensen. We kunnen niet bidden en zeggen, God, wij slaan dat hier op een onder onsje. Nee, het heeft altijd zijn sociale dimensie, ook dat is een balk van het kruissteken. Laten we dan samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer Jezus, wij bidden u om vrede in de grote wereld. We bidden u om vrede in onze kleine dagdagelijkse wereld. En we bidden u vooral om vrede voor Camille, die hij uit uw hand moet ontvangen. Die wij hem niet, hoe graag we hem ook zien, niet kunnen schenken, omdat we ook maar mens zijn. Schenk Camille uw paasvrede. Dierbaren, ook u wens ik de vrede en de kracht van de verrezen Heer toe. Vrede zijn u. Agnus Dei, qui tollis peccata omni, miserere.
agnus Dei, qui talis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui talis peccata mundi, dona nobis pace. Dat vind ik zo tof, hè, met carnaval, als je dan door de stad loopt met een pak frit in uw hand, of aan het fritkot. Met carnaval kan dat er iemand passeert en die zegt, meneer de pastor of kameroet, als hij mij niet kent, en die al een frit vast heeft zonder dat het gevraagd heeft. Anders krijg je een wafel rond de oren, als je dat op andere momenten doet. Maar eigenlijk is dat de essentie van het leven. Is dat de broederlijkheid waarin Camille ons ook een voorbeeld is. En dat staat helemaal niet zo ver van wat wij christenen vieren. Het delen van het brood, het delen van ons dagelijks leven. Zalig wij, genodigd, tot de maaltijd van de Heer, om zelf voedzaam te zijn voor anderen. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U hebt dat bij de offergang zo schitterend gedaan dat het geen probleem kan zijn bij de communie. Niemand van u mag zich daartoe verplicht voelen. Hè? Een uitnodiging is een uitnodiging. Op elke uitnodiging moet je kunnen nee zeggen. U wordt uitgenodigd tot de communie. Laten we de mensen in de middenbeuk eerst de kans geven en dan de mensen in de zijbeuken.
Iedereen die dat wou, mocht naar de hemel. De mensen die dat hoorden, geloofden het echter niet. Zij die dat wel geloofden, vertrokken. Maar waar naartoe? Niemand kent de juiste weg. Enkele mensen haasten zich met hun auto naar de autosnelweg. Ze wilden als eerste in de hemel aankomen. Anderen wisten, je komt alleen in de hemel door te bidden. Zij trokken in processie de stad uit. Nog anderen maakten vele plannen en goede voornemens en dachten zo in de hemel te komen. Armen, vreemdelingen en vluchtelingen bleven achter. Wie nog niet weg was, zorgde voor hen om hun leven zo goed mogelijk te maken. Op een dag stonden ze oog in oog met God. En toen wisten ze dat dit de hemel was. Ik kwam dat de wereld vol van vriendschap was. En dat iedereen dezelfde toon ten mij sprak. En ten, onze grenzen bestonden niet meer. Niemand ooit nog poen of nog enige gier. Maar ik drim, ja, ik drim. Ik wou dat geweld niet bij mensen hoe het ooit bestond. En dat er de wapens nog iemand kost vergoon. Ik wou dat ons vel van colère hetzelfde weer was. Dat iedereen hier kost leven zonder oorlog en anders. Maar ik grim, ja. Dat ons geld echt toiletpapier was, waardoor dat politiek niet meer nodig was. Gedome groeide dictators en de rest, iedereen ten gelijk. Waar weten het maar best, maar ik drim, ja ik drim. Ja, misschien komt er nog een dag, dat een droomer het echt weer geloven mag. Zullen wij heel zeker allang niet meer bestaan. Openlijk zullen anderen ten de goede weg weer opgaan. Maar ik drin, ja, ik drin. Zoe werd het vlees vastgelaafd, vol van plezier. Maar toch is toe ik eens moeilijk. Ver te pazen, zeker hier. Je weet, het leven is ons graal lekker. Doe, laat ons, goeie God, in vrede en in rust. Maar ik drim, ja, ik drim. Ik drim vannacht. Bidden we tot slot. Heer onze God, in de verrijzenis van Jezus is voorgoed zichtbaar geworden dat Gij trouw blijft aan uw liefde voor de gelovige mens. We bidden u voor keizer Camille, die we vandaag 11 juni ten grave dragen. We vragen u, laat hem delen in uw eeuwigheidsleven, aanzitten aan het bruiloftsmaal van uw eeuwig koninkrijk en troost ons met die gedachte en met die hoop
dat we ooit met hem verenigd zullen zijn. In Christus Jezus, onze Heer. De laatste reis die je moet maken in je leven. Weg van de mensen die echt om je geven. Alles wat je had, heb je los moeten laten. Wie je lief hebben, moet je nu verlaten. Het is een reis waar niet naar uit is gekeken. De tijd van wij samen is nu verstreken. Want nu je mijn handen niet meer kunt raken, raak je mijn hart nog duidelijk aan. In gedachten zal je altijd voort blijven leven. Dit doordat je ons zoveel liefde hebt gegeven. Daarom ben ik fier op je, voor de rest van mijn leven. Ooit zien we elkaar terug. Je bent nu het mooiste sterretje aan de hemel. Een dikke kus aan een beste kameraad, Brenda. Lieve Pepe, toen mijn kamer nog naast de jouwe lag en ik nog in het zandmannetje geloofde, dat mannetje dat je ogen in slaap veegt, en je doet dromen van een vervlogen tijd. Toen kon ik je nog horen rondlopen, tot diep in de nacht. Ik probeerde mijn korreltjes door de muur door te blazen, opdat ze je zouden bereiken en je de slaap kon vatten. Ik herinner me twee kindjes op de speelplaats. Die riepen het uit. Mijn Pepe, dat is Camille. Quaser Camille. Die waren niet mijn neefjes, niet mijn nichtje. Zij bestond nog niet. En het was zeker niet mijn zus. Maar jij, wel hun Pepe. Dat had je hen beloofd. Toen begreep ik dat niet. Intussen weet ik dat je ieders opa wilde zijn, ieders vriend en ieders kameraad. Dat je elk gemis het liefst opvulde met een deeltje van jezelf, tot je helemaal verdeeld zou zijn. Ik heb zo graag naar je geluisterd en ik zal je volle verhalen missen, al weet ik dat die in menig Olsters hart nooit zullen worden uitgewist. We hebben getierd en gehuild, maar bovenal hebben we gelachen. Ook al was er niets om mee te lachen. Lieve Pepe, ik hoop dat je laatste deeltje de zon is ingevlogen. Dan houd ik ze bij mij, zoals jij het mij altijd hebt opgedragen. Slaap wel, mijn kameraad, opdat het zandmannetje je eeuwige dromen blaast. Je kleindochter Lopke. Lieve Pepe, we wisten allemaal dat het onvermijdelijk was, maar het blijft een grote klap. Jij zit mijn kameraad, zei je altijd. En dat was ook zo. We wisten wat we aan elkaar hadden. We zijn beiden mensen met het motto, klinkt het niet, dan bosch het. En tussen ons klikte het vanaf het begin. Ik heb zoveel aan jou gehad,
al die mooie herinneringen waar ik dankbaar voor ben en die ik voor altijd koester. Als klein meisje keek ik telkens uit naar zotte Pepe die langskwam. Je belde altijd aan in trainingspak en met je handen onder het kettingvet. Je nam me dan zo stevig vast dat ik soms bijna geen adem meer kreeg. Ik begroef me dan heel graag in je gezellige, dikke buik. Als we bij jou waren, kregen we altijd patékes met Nutella. Kozen we veel te luide carnavalliedjes uit op de jukebox en hielden we verkleedpartijen. Je reed voor mensen helpen mensen overal naartoe en nam ons dan gewoon mee. Maar ik herinner me vooral de onnozele ritjes in de witte camionet, uw racemachine. Je was mijn held, ook letterlijk. Toen je je eigen leven riskeerde om mij te redden van een zwerm wespen. Gelukkig kwamen we er beiden vanaf met enkele steken. Ik op mijn benen en jij achter je oor. Toen ik ouder werd, kon ik met jou uren babbelen op café over de grootste onnozelheid eerst. Maar vaak voerden we ook mooie, diepzinnige gesprekken en konden we uren filosoferen. Het liefst luisterde ik naar al jouw verhalen en de mensenkennis die daarbij kwam kijken. Je vertelde het telkens met zoveel emotie dat ik niet anders kon dan blijven luisteren. Je was een geboren verteller. Ik heb zoveel van jou geleerd. Over mezelf, de wereld en vooral naaste liefde. Ik besef maar al te goed wat een voorrecht het was om uw kleinkind te mogen zijn. Eender waar, eender wie je tegenkwam, je stelde me altijd vol trots voor als uw kleindochter. Als ik daaraan terugdenk, voel ik alleen maar warmte en tevredenheid. Jammer genoeg was het voor jou net te laat om Warre te leren kennen. Ik weet dat je daar naar uitkeek en fier geweest zou zijn op je achterkleinkind. Ik zal de herinnering aan jou levend houden door hem later al onze verhalen te vertellen. Zo blijf je toch altijd voor een stukje bij ons. Pepe, zonder jou was mijn jeugd niet hetzelfde geweest. Bedankt om mijn leven zoveel kleur te geven. Slaap wel, grote meneer. We zien elkaar nog weer. Uw kameraad en kleindochter, Silke. Liefste pa, we hebben gelukkig nog een paar keer bewust afscheid kunnen nemen van elkaar. Maar vandaag komt, spijtig genoeg, het eeuwige afscheid. En is het nu echt voorbij? Nooit zal ik je nog eens kunnen zien, voelen, vastpakken of een kusje geven. Nooit meer lachen samen. Nooit meer discussiëren en filosoferen over de ziel en de toekomst van carnaval. Nooit meer samen gewoon stil zijn en genieten van elkaars gezelschap. De afgelopen 10 jaar waren hard voor jou. De pijn, de aftakeling. Maar het moeilijkste voor jou was dat jij nu geen anderen meer kon helpen, maar nu zelf diende geholpen te worden. Hoeveel keer heb je niet bedankt gezegd? Met je laatste krachten heb je tijdens een van onze laatste afscheidsmomenten nog eens stilletjes bedankt gefluisterd. Lieve pa, jou steeds te moeten delen met zoveel anderen viel mij zwaar in mijn jeugd. Ik ben een nakomertje, zoals ze zeggen. 10 jaar later geboren dan Hilde en 8 jaar later dan Mia. Het jaar dat ik geboren werd, werd jij ook keizer. In mijn jeugdjaren zat jij vol energie en ambitie en was je altijd bezig. Hard werken overdag in de winkel, 's avonds fietsen leveren bij de mensen thuis, tot 's nachts reparaties doen
en daarna nog al jouw hobby's. De damesvoetbalploegen, het keizerschap, het AKV, mensen helpen mensen en zoveel meer. Veel tijd schoot er niet meer over. Overal waar ik kwam, was ik de dochter van. Naar gelang ik ouder werd, besefte ik dat ik fier moest zijn, dat ik de dochter van was. 10 jaar geleden, toen je ziek werd, hebben we zoveel gepraat en zoveel tijd ingehaald. Ik ben zo dankbaar dat we die jaren samen nog hebben gehad. Je zei zo dikwijls dat je fier op mij was en dat ik moest voesh doen, zoals ik bezig was, en moest blijven wie ik was en doen wat ik graag deed en het doen zoals ik het zelf wilde. Zoals je tegen zoveel mensen zei, gaf je ook mij altijd de raad dat als het wat tegen zat, mijn kop niet te laten hangen, schouders recht en te blijven voesh doen, hoe moeilijk het ook ging. Jij hebt me geleerd hard te zijn en op tijd te leren mijn tong af te bijten. Mij geleerd sociaal en vriendelijk te zijn en niet te vergeten, ik moest van het leven genieten en leren vergeten en vergeven. Want het leven was te schoon en al kort genoeg. Kortom, zeer veel levenslessen, pa. Ik vergeet ze nooit en draag ze voor altijd mee in mijn hart. Als laatste beloof ik jou, zoals we zijn overeengekomen, dat ik zo lang mogelijk jouw carnavalziel zal blijven uitdragen en zal blijven voesh doen, hoe emotioneel en moeilijk het de eerste jaren ook zal zijn. Al die herinneringen, jouw liedjes, jouw doe me voesh op de verbranding. Maar ik trok me op aan het feit dat niet ik alleen verdriet zal hebben en ik nu ook mijn verdriet met vele anderen zal kunnen delen. Ik zing jou, Heere Pa. Waak ginderboven over ons en breng daar wat leven in de brouwerij, zoals jij alleen dat kunt. En ooit zijn we weer bij elkaar, voor altijd. Jouw jongste dochter, Veerlijke. Dag, pa. Jij was mijn God, altijd al geweest, en dat zal altijd zo blijven. Wij waren 2 handen op 1 buik, begrepen elkaar zonder woorden. Je was mijn beste vriend, mijn steun en toeverlaat. Ik bewonderde je tomeloze energie, wilskracht en optimisme, maar bovenal je naastenliefde. Je hebt zoveel mensen geholpen en moed gegeven, telkens weer opnieuw. De betekenis van de afkomst van onze naam sergeant, servir de gens, ten dienste staan van de mensen, was op niemand anders meer toepasselijk dan op jou. Je was een volksheld en vriend van alle man, voor velen een redder in nood. Maar voor mij was je in de eerste plaats gewoon mijn pa. Een pa waar ik ontzettend trots op ben. Herman en ik kochten het huis naast je fietsenwinkel en zo bleven we kind aan huis. Er ging geen dag voorbij of we hoorden of zagen elkaar. Je zag Silke en Lopke, je kleindochters waar je zo fier op was, van nabij opgroeien. We hebben zoveel samen beleefd. Carnavaloptredens en voetbalmatchen met de Camillekes, voedselbedelingen, kerstfeesten en uitstappen met mensen helpen mensen. Te veel om op te noemen.
Soms klopte je 's avonds om 11 uur nog bij ons aan en bleef je tot in de vroege uurtjes plakken om vol enthousiasme te palaveren over je ideeën voor de raadszitting of voor een nieuwe carnavalplaat. Of je vertelde ons diep geëmotioneerd en in tranen over de miserie van de mensen die je die dag weer geholpen had. Ik zal je zo hard missen, pa. De laatste jaren waren moeilijk. We hadden beide verdriet, waren machteloos en bang voor de toekomst. Maar toch verloren we de moed niet en hebben we volgehouden tot het einde, met een lach en een traan. Ik ben zo dankbaar dat we zoveel tijd samen doorgebracht hebben en genoten hebben van de grote en de kleine dingen van het leven. Dat niemand neemt ons nog af. Ik koester al die mooie momenten. Het gaat je goed, pa. Ga nu hierboven de mensen maar aan het lachen maken. Ze zullen graag zien komen. En zoals je me een paar zomers geleden vol overtuiging zei, zul je van ergens daarboven over me waken, altijd. En ik zal mijn best doen om voesh te doen, zoals jij het me geleerd hebt. Ik zie je graag, pa, voor altijd. Bedankt voor alles, je dochter Mia. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life this full, I traveled each and every byway. More than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I didn't it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself. Then he has not. You said the words. He
Yeah, Camille, I did it my way. Dat is eigenlijk de opdracht voor elk leven, hè. Doe het op uw manier, hè. Maar doe het. On your own way. Met je eigen persoonlijkheid. En pas op, zeg dat niet te rap, hè. Want in de carnavalzalen wordt gekeken, een poep, hoe moet je dat? En die ene pastor kijkt naar een ander, een mes, hoe doe je dat? Wij gaan altijd wel eens stelen bij de anderen, hè. En we stellen soms vragen aan vrienden en huisgenoten om eens een keer te vissen. Als ik dat zou zeggen, als ik het zo zou aanpakken, zouden ze het dan goed vinden, hè. Maar doe het op je eigen wijze. Camille, toen ik eind jaren 70 voor het eerst naar Olst Carnaval kwam en in Aalst kwam wonen, had ik toen kunnen denken, als je aan de zeshoek in de Dirk Martensstraat omdraaide met die wagen met trapjes, met de kamilletjes op en helemaal van boven de keizer, had ik toen kunnen denken dat ik je uitvaart mocht voorgaan. Ja. Weet je wat dat een enkele jaren geleden in Avondzon zei? Oze pastor, skamaan ze. Bedankt voor dat compliment. Ik wil niet ska zijn om ska te zijn, maar ik wil mezelf zijn. En ik heb me getroost met de gedachte dat je toch door één van de meest, mijn confrater van Moorsel niet daarna gesproken, dan toch één van de meest carnavalisten, priesters ten graven zijt gedragen. Want dat is altijd zo vreemd, hè. Als ik ergens ten lande in een zaak kom en ze hebben het dan toch door, ook al heb ik mij goed verkleed, ze hebben het dan toch door dat ik pastor ben, dan zeggen ze: bent u misschien priester? Ja. En waar, eerwaarde? In Aalst, madame. En dan zie je dat gezicht dan. Dat sleert ooit, hè. Dan zie je, hebben ze zo'n kijk van: och, hier, mijn jongen, wat je dan nou toch verdient? Ja, hij is sikkeleer bij de carnavalisten. En dat is er mij al te veel aan, hè. Die Oké, ze hebben dan een keer iemand in de receptie liggen en dat zijn niet de meest pedagogische tafereel. Ik weet dat. Maar al de rust, ik zeg altijd, madame, zeg gerust, bij ons, corona mogen niet meerekenen, hè. Bij ons dragen ze maar 3 dagen per jaar een masker. Carnaval is zo belangrijk. Ik kan het eigenlijk niet verstaan dat je dat niet verstaat, carnaval. En ik zou niet inzien waarom ik dat als priester. Dat is mijn ervaring. Je mocht dat weten. Ik ben meestal de eerste. Ik wist het van het jaar als eerste, bij manier van spreken, dat het met Valentijn samenviel. Het is de enige zondag dat ik zal zeggen, daar blijfde af. En daarom is het een eer u te mogen voorgaan. En of daar je nu een standbeeld krijgt, kameroot. Zo kind dat in Olsch nog 25 jaar dierde, als de werf en het crematorium en de rette meklut. Eigenlijk is dat mijn bezorgdheid niet. Kunnen het hem, hè, maar je weet ook, een standbeeld door passerende duiven en de verliefde parkes en daar blijft er vuiligheid achter. Voor mij is veel belangrijker dat we die sociale houding van Camille, dat is hem eren. Vandaag zeggen we, wow, dat is een goede mens, hè. En meren zeggen dat er rustig een plan trekt en dat die vreemdelingen en dat ze er allemaal maar hun eigen theater van maken en iedereen zijn plan moet trekken in het leven. Nee, houd die sociale bewogenheid. Dat is voor mij het echte standbeeld dat hij kan krijgen. Of heel simpel gezegd, zoals ik het gisteren zag in de aan de werkhallen, in de reportage, de man met zijn klepken op, ik ken hem niet, maar die zei het perfect, hè. Camille, en niet alleen voor zijn eigen plezier gezorgd. Hij heeft er niet alleen voor gezorgd dat de meisjes plezier konden maken. Hij was er ook voor hen.
In die zin, keizer Camille, nemen we afscheid. We besprenkelen uw lichaam met water dat herinnert aan jouw doopsel, ongetwijfeld in deze eigenste kerk. En we gaan je nu ook letterlijk bewierooken. Teken dat in jouw leven Gods geest graalijk nooit heeft gewerkt. Gij die geroepen hebt licht en uit de nacht werd de nieuwe dag geboren. Gij die Christus in de ochtend hebt doen opstaan uit de dood. Wees eeuwig licht voor Kwaise Camille en voor allen die op